is gebleven op de geboortegrond, de woeste grond. Geen buil kap ons de wortels af. Ons lijf blijft in de hein. Ons kent geen pijn van het vertrek, enkel van verlaten zijn. Sommigen van ons, omdat ons hart ons nergens anders bracht, blijven hangen, omdat de zwaartekracht nergens anders harder aan onze enkels trekt dan in het zuiden van dit land. Anderen, omdat ze jaren terug de grond al waren ingestoopt. Sommigen van ons, met adem in hun longen nog, van het verdwaalde dweilorkest. Al lukt het je, je wortels af te kappen. Als je van Limburg bent, groei je nergens meer opnieuw. Je valt niet te stekken, nee. Onze geboortegrond stroomt als de aarde door je aderen. Geen ander land kan graf zijn. Het maakt niet uit waarin je vlucht. Want je komt altijd terug naar ons. Lieve pap, lieve mam, kijk me stond ganz alleen, groei op zoek mijn weg, waarheen? Van een kind nog een vrouw, ik wil weer voor mijn hart, nee, ik vlug niet, ik vlieg. Wist ik nog mich kiep zo bezorgd en verwaar, wird eerst in je twijfel die vermoedig gewoon heen. Ja, waarheen? Ik vertel dat het goed kunt, heel rustig en kalm. Dit is wat ik wil, wat ik voel, ik gewoon heen. Ja, waarheen? La 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 la
Ik heb toch zo'n schik, je verwacht het niet, hè? En ik moet zeiken. Oeh. Dames en heren, tijd voor een beetje actie. Ik zie een aantal mensen kijken met een blik van, meneer Horbach, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het, dan gaat er niks mis. Nou, dames en heren, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Nou, dames en heren, ik heb enorm veel schik, want we gaan vandaag bloem schikken. Oh, Twain, begin niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, het bloem schikken. Zoals een oud-Hollands spreekwoord zegt, een heel oud-Hollands spreekwoord zegt bij bloemschikken, dames en heren. Wanneer de bloem in de vers gesteerd en de fjette komt eronder met de poken. Dan heb je zo het ruske heurlas en heb je het ruske boeien met ruske loon. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, het belangrijkste bij het bloemschikken. Oh, weten we niet, vertel me om, desnoods betalen we meer. Dames en heren, het belangrijkste bij het bloemschikken is natuurlijk... de helm. Het ween, vertel mollig uit. Ja, dames en heren, de helm. Stelt u zich naar voren. Ik ga lunchen, de Bemke is aan het eten en ik gooi mijn broodtrommel iets te hard weg en die stuit er terug. De helm. Kan ik vaak genoeg zeggen, dames en heren. Stel je maar voor, ik glij uit. Oh jee, ik val. De helm. Kan ik vaak genoeg zeggen, dames en heren. Het bloemschikken kent één basisprincipe. Dat kennen we allemaal. Ja, dat weten we wel, maar we hebben betaald. Nog een keer. Nou, dames en heren. Het basisprincipe. Ik zie een paar middelbare mensen vooraan zitten. Die weten het wel. Je gaat een beetje schuin afsnijden. Altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar. Mag met een schaartje. Mag met een mesje. Als ze, dames en heren, nogmaals de boel maar schuin afknippen. Je verwacht het niet, hè. Je denkt, je doet dat, doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Nou, dames en heren, heel belangrijk. Twain, ga door, laat je niet afleiden. Geef alles. Nou, dames en heren. Nou, even opletten, hoor. Het belangrijkste bij het bloemschikken is dat we onthouden dat het af en toe niet schikt. Oh, wanneer niet, wanneer niet, wanneer niet. Ah! Nou, dames en heren, vandaag schikt het niet. Let heel goed op. La 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 la. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee. Ha! Oh jee, ik glij uit. De helm. Heel goed, meneer. Heel goed. Oh jee, er komt een hamer uit de lucht gevallen. De helm. Dames en heren, we zijn nog niet helemaal klaar met het bloemschikken. Want we moeten hem nog een beetje bijknippen. Oh, Twain, wat zie je dat goed. Wat leren we veel. Nou, een beetje bijknippen. En ook hier weer, dames en heren, het belang van de helm. Let u goed op. Gaat heel lang goed. Zou je denken, hè? Oh, jee! De schaaf wipt weg. De helm. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, dames en heren. Twain, ga door! Nee, gaan we niet. Ik zie een aantal mensen kijken namelijk met een blik van... wordt het niet eens tijd voor een moment van rust? Nee, Twain, we willen meer, meer, meer! Ah! Nou, wordt het niet eens tijd om te kijken of mijn vrouwtje nog wel van me houdt? Wel niet, wel niet! Doet hij er gewoon tussendoor? Ja. Wel niet, wel niet. Wel. Ze houdt nog van me. Oh, wat goed man, wat goed man! Nou, kijk eens hier, ik heb een bloemetje voor mijn bloemetje. En bloemetjes hebben zaadjes. En zaadjes die kan je heel diep planten. Meisje? Ja, ja, kom jij eens hier. Zaadjes planten, lekker. Kom eens hier. Ja, kom eens hier. Meisje! Ik ben er bijna, ik ben hier in het
wereld brengt. Ik zeg, doe een beetje chill, geniet van elk moment. Ik heb nog een minuut voordat de bel weer gaat.